De premier was gisteren heel positief over het aantal vluchtelingen dat via Turkije komt. Waar we nog maar een week geleden spraken over duizendtallen per dag, spreken we nu over enkele honderden per dag. Maar dat is niet de werkelijkheid, vindt de oppositie. Ja, iedere maand zijn er een paar dagen met enkele honderden. Maar wat hij zei was gewoon niet waar. Er is geen enkele verandering met januari. En dat geeft Rutte ook toe. Een paar dagen, en ik weet, een zwaluw maakt geen zomer. Je ziet daarna het cijfer wat daarna weer binnenkwam weer hoger is. De premier krijgt veel kritiek, want in januari zei hij dat de vluchtelingenstroom binnen 6 tot 8 weken fors moet gaan dalen. En dat is een onhoudbare belofte, vindt de oppositie. Het is deze premier die heeft gezegd, we gaan binnen 6 tot 8 weken richting nul. Het is deze premier die deze week zegt, het zijn er nu minder. Terwijl de getallen het tegenovergestelde beweren. Premier Rutte blijft hoop houden op een Europese oplossing voor de vluchtelingencrisis. En hij wil niet speculeren wat er gebeurt als die oplossing er niet komt.